Jongens, ik zit op de trap. En dan weten jullie het, hè? Als Vincent op de trap zit, dan wordt er gesproken. En waarover wordt er vanavond gesproken? Nou, Vincent wilde vanavond even praten over gisteren. Gisteren is er in Nederland, ooit het meest, althans, dat dachten we, vrij gevochten landje van de hele motherfucking wereld. We konden hier blowen, we konden hier suipen, snuiven, de hele motherfucking teringzooi. Wij dachten van, nou, kijk ons eens even Nederlanders zijn, kijk ons eens even vrij gevochten zijn. En waar zijn die vrij gevochten Nederlanders nu, denk ik dan? Want wat is er gisteravond gebeurd? Als je zo van je vrijheid houdt. Gisteravond is er in Nederland een jongen van 16 beschoten door een politieagent. Gericht beschoten. En dan zie ik jullie allemaal denken van, oeh, dan zal die jongen van 16 wel 20 moorden op zijn geweten hebben. Nee, die jongen van 16, die was aan het demonstreren. Het demonstreren. Een recht wat je hebt als mens, als ziel. En niet alleen in Nederland, dat heb je in Europa, dat heb je over de hele motherfucking wereld, de hele motherfucking universum, heb jij het recht om te demonstreren. Die jongen was aan het demonstreren voor zijn vrijheid, voor zijn toekomst, voor zijn familie, voor Nederland. En niet alleen voor zijn Nederland, maar ook voor mijn Nederland. En voor jouw Nederland, wat er nog van over is, daar stond die jongen voor op. En godverdomme, wat heb ik respect voor die jongen. Wat heb ik respect voor die mensen die opstaan en niet met zich laten fokken. Want als jij nu nog gelooft dat dit gaat om een klimaatbullshit verhaal of een gezondheidscrisis verhaal. Of een stikstofverhaal en waar komen ze de volgende keer dan mee, de oekie boekie woekie. Dan heb je echt een plaat voor je hoofd van 25 bij 85, man. Dan ben je echt zwaar, mogol. Dan ben je echt zo hard in je hoofd geneukt. Dat wil jij niet weten, man. Maar goed, ik vraag me echt af, als je als mens een ander mens dit aandoet of wil doen. Vanuit het niks gewoon. In Nederland, hè? Ik heb het niet over fucking Rwanda, waar je bent opgegroeid in een burgeroorlog. Hoe diep ben je gezonken? Hoe weinig liefde heb jij gekregen van je ouders? Dat je zo verknipt bent dat je een pistool pakt en gaat schieten op iemand die opkomt voor zijn motherfucking rechten. En hoe diep zijn we als samenleving gezonken dat iedereen ja, alleen maar op Twitter zijn mening hierover uit. Gelukkig staat Leeuwarden vol, geloof ik. Maar iedereen zou toch helemaal fucked up boos moeten zijn over wat hier gebeurd is. En laten we wel wezen, jongens, dit verhaal stopt als wij met z'n allen zeggen dat dit stopt. Want wij zijn met een miljoenetje of 16, 17, 17,5. En zij zijn met misschien een paar duizend. En ik zit echt te wachten op een politie die zijn politie, een man of vrouw die zijn solidariteit met deze jongen uit. Die zegt van nou, jongens, hier ben ik God voor de tyfus geen politieman voor geworden. Wat hier gebeurt. Ik ben geen politieman geworden om mensen met hartjes op het Malieveld de kop in te slaan. Om boeren uit hun trekker te schieten. Die opstaan voor hun vrijheid. Daar ben ik toch godverdomme geen politieman voor geworden. Ik weet nog dat ik opgroeide. Dat ik blowend op een bankie met de wijkagent zat te praten. Weet je? Over van alles en nog wat. Maar goed. We zijn echt op een keerpunt beland. En ik hoop echt. Echt, echt.
Dat we elkaar kunnen vinden, man. En dat we elkaar gaan helpen en in harmonie gaan leven. En de rotte appeltjes maar gaan wegknuffelen of zo. Misschien moeten we wel een nieuw land gaan inrichten. Zonder hun. En uiteindelijk mogen ze er misschien bij als ze sorry hebben gezegd. En dan zullen we ze vergeven. Maar man, oh man, oh man. Wat gaat dit nog donker worden, man? Maar ik hoop het niet. Ik hoop dat het punt nu wel bereikt is dat de ommekeer komt. Maar goed. Ik zit op de trap. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar ik ga zo dus... Ik ga zo dus spreken. Nou, hele fijne hallo allemaal. Hele fijne hallo allemaal. Hallo.